Lenny, je tape taal. Zo, dames en heren, we staan hier met Rosita Leeflang en met meneer... Lloyd Muringen. Lloyd Muringen, Jazz Festival. Wat weet je tot nu toe ervan? Nou, is leuk. Ik ben er ook net hoor, dus, maar het is een nice sfeer. En de tweede keer volgens mij... Ja, vorig jaar was ik er ook bij, dus nice sfeer. Het is veel drukker dit jaar bij Spice Quest. Hoe zal het komen? Ik ben nog niet doorgegaan naar binnen, maar ik zie dat de opzet, de stage is wel anders. En dus ik denk dat het meer vraagt om wat meer ruimte voor het publiek. De vorige keer was het volgens mij anders gepositioneerd, maar nu willen ze meer publiek erbij hebben, dus dat is wel nice. Ik sta ook hier met de lady herself, Rosita Leeflang zit ook in de organisatie. Rosita, hoe gaat het tot nu toe? Goed, uitstekend. Ik zie dat de mensen genieten. En dat ze erg veel plezier hebben. De muziek is goed, het eten, de bediening. Dus het gaat goed. Mm-hmm. Nog 2 dagen te gaan, zaterdag en zondag. Wat kunnen we verwachten? Nog meer vuurwerk. Het is gisteren met veel elektriciteit begonnen. Dus er komt nog veel meer vuurwerk de komende 2 dagen. Dus de mensen moeten er zeker op afkomen. Dankjewel. Graag gedaan. Thank you. Ja, graag gedaan. Nog iets te zeggen aan de kijkers? Nou, ik zou zeggen, als ze kijken nu, en het wordt live uitgezonden, waar weet ik niet. Maar mocht dat het geval zijn, moeten ze zich haasten. Wat duurt dat? 12 uur. 12 uur, nou. Dus ze hebben nog 1,5 uur. Dus dan moeten ze snel komen. En als het niet live is, zorg ervoor dat je op zaterdag in Torarica bent en op zondag in het park. Okay. Jullie horen het, mensen, in Torarica. Jullie zijn daar, hè? Ja, wij ook. Oké, tot ziens. Okay. Ik sta hier met... Gordon Voogd. Gordon Voogd, ja. Gordon Voogd. Ja. Gordon, je bent vandaag hier. Ja. Suriname Jazz Festival in Spice Quest. Wat vind je ervan? Nou, ik ben plezant verrast. Want ik ben absoluut geen jazzliefhebber of jazzkenner. Ik ben uitgenodigd door collega's die zeiden van kom, we gaan een keertje langs. 1 van die dagen. En ik moet zeggen dat ik het, ja, goede sfeer, leuke mensen en leuke achtergrondmuziek. Want ik sta een beetje op de achtergrond, in plaats van op de voorgrond. Dus, Je bent nu op de voorgrond met de camera. Dankzij jou, ja. Maar je had het niet zo druk verwacht. Wat was je verwachting toen je uit huis ging? Ik had geen verwachting. Ik ben nooit naar de jazzactiviteit geweest. En wel ooit jazz geluisterd. Er waren een paar leuke nummers, een paar minder leuke nummers. Maar dat heb ik met elke muziekgenre. En dus helemaal zonder wat ik binnengekomen en wat ik net zei, het is gewoon heel fijn om hier te zijn, het is leuk, ja. Het is 2e dag van het Jazz Festival, ja. Komend weekend heb je het in Torarica en nog verder, wat, kom je ook naar Torarica, wat denk je zelf? Weet ik nog niet. Je weet nog niet zeker? Hangt van de avond af, als het in de stijgende lijn doorgaat zoals het nu gaat, dan is de kans groot dat ik morgen of misschien overmorgen een keertje langs ga. Speel jij zelf een muziekinstrument? Nee, ik heb ooit orgel gespeeld en ik wil vader Jacob spelen, maar meer niet. En je zingt ook niet? Nee, ook niet. Oké. Anders zou ik je laten zingen voor dat de kamer. Dat bespaar ik de mensen. Dankjewel, Gordon, voor het leuke gesprek. Thank you. Yes. Harvey, is dit je eerste keer op het Suriname Jazz Festival? Nee. Ik ga zeggen, volgens mij 4 jaar en 3 jaar moest ik elk jaar komen. Want het is gewoon top. Je speelt zelf ook een muziekinstrument, zei je? Yes. Welk instrument speel je? Gitaar. Is het je droom ooit om op een jazzfestival te spelen? Ja, zeker. Ik ben persoonlijk een fan van jazz. En ik studeer ook jazz qua muziek, dus wat het betreft, zeker over een x-aantal jaren hopelijk. Waar studeer je dan? Nu? Oké, wat betreft muziek ben ik voor de workshop-studie. Maar hopelijk misschien een jaar of 2, als ik de conservatorium kan doen. Of zo niet de andere cursus. Zeker. En dan kan je ook op het Suriname Jazz Festival ooit spelen. Zeker. Je bent vandaag naar Spice Quest gekomen. Is dit het wat je had verwacht? Eigenlijk niet alleen vandaag, maar voor alle dagen verwacht ik zeker veel meer. Het is een gedeelte alleen en ik weet precies van het gaat de bom worden. Dit is wat ik had verwacht en nog meer weet ik dat het zal doen. Zaterdag en zondag. Zeker. Vooral zaterdag. Ja, en zondag ook met die buitenlanders, die jongeren, meer dan die idee. Heb je iets te zeggen aan de kijkers? Wel, aan de kijkers zeg ik van jazz is dus vanaf New Orleans, Amerika tot naar Suriname, is het gewoon een muziekstijl samen. Amai, Mickey Bushwiki. Dus ja, als je misschien thuis bent, zaterdag, zondag, neem de tijd, kom kijken.
Dankjewel, Harvey. Graag gedaan. Thank you. Yes. Ready? Je tapet al. Zo, dames en heren, we staan hier met Rosita Leeflang en met meneer... Lloyd Muringen. Lloyd Muringen, Jazz Festival. Wat weet je tot nu toe ervan? Nou, is leuk. Ik ben er ook net hoor, dus, maar het is een nice sfeer. En het is de tweede keer volgens mij in... ja, vorig jaar was ik er ook bij, dus het is nice, nice sfeer. Het is veel drukker dit jaar bij Spice Quest. Hoe zal het komen? Ik ben nog niet doorgegaan naar binnen, maar ik zie dat de opzet, de stage is wel anders. En dus ik denk dat het meer vraagt om wat meer ruimte voor het publiek. De vorige keer was het volgens mij anders gepositioneerd, maar nu willen ze meer publiek erbij hebben, dus dat is wel nice. Nice. Ik sta ook hier met de lady herself, Rosita Leeflang zit ook in de organisatie. Rosita, hoe gaat het tot nu toe? Goed, uitstekend. Ik zie dat de mensen genieten. En dat ze erg veel plezier hebben. De muziek is goed, het eten, de bediening. Dus het gaat goed. Mm-hmm. Nog 2 dagen te gaan, zaterdag en zondag. Wat kunnen we verwachten? Nog meer vuurwerk. Het is gisteren met veel elektriciteit begonnen. Dus er komt nog veel meer vuurwerk de komende 2 dagen. Dus de mensen moeten er zeker op afkomen. Dankjewel. Graag gedaan. Thank you. Ja, graag gedaan. Nog iets te zeggen aan de kijkers? Nou, ik zou zeggen, als ze kijken...